Dit magistrale schilderij van Van Gogh is geschilderd in Saint-Rémy, in het gesticht waar hij toen zat, tussen twee crises door. In de eerste crisis was hij zo ontzettend diep gegaan en zo wanhopig geworden dat hij had zijn verf gegeten uit de tubus. Hij had terpentine gedronken en de dokter had besloten om die spullen allemaal af te nemen van hem en weg te halen in de hoop dat hij daardoor zou genezen. Het tegendeel was waar, hij werd nog wanhopiger. En hij schreef aan zijn broer Theo of hij de dokter kon overhalen hem in godsnaam zijn penselen en zijn verf en zijn doeken terug te geven. Dat gebeurde en het bracht hem er ook langzaam bovenop. Hij maakte het ene meesterwerk na het andere in die periode. Onder andere dus deze prachtige oogster. Ik noem het een oogster. Het is iemand die oogst. Je zou met alle wetenschap die je hebt van Van Gogh kunnen denken dat het misschien de dood is. De dood die met zijn zeis komt en de dingen weghaalt. Je zou kunnen denken dat de zon niet opkomt, maar ondergaat. Je zou kunnen denken dat het een aanzegging is tot de naderende dood van Van Gogh. Ik zie dat totaal anders. Ik heb het gevoel dat dit een oogst is. Van Gogh was op het einde van zijn leven, zonder dat te weten, maar Van Gogh die oogste alles wat hij in de loop der jaren, waar hij voor gevochten had, de stijlen die hij geprobeerd had, de dingen die niet lukten en opeens lukte hem alles. Hij oogste zijn vakmanschap. Het is de vreugde van het moment dat hij weer kan schilderen. Daarom is het zo'n ontzettend ontroerend schilderij. Je ruikt de zon staat hoog in de hemel. Hij heeft dat waanzinnige geel gemaakt, dat is nog geler, omdat die blauwe bergen erachter zit, omdat dat mauve erachter zit, omdat dat groen erachter zit. Het is een jubelschilderij van iemand die wanhopig was en zich al schilderend, de vreugde van het schilderen, uit zijn eigen depressie haalt. En daarom is dit zo'n ongelooflijk ontroerend meesterwerk. In Saint-Rémy geschilderd, ik ben in die kamer geweest. Je kan vanuit die kamer dit zien, dat ommuurde veld. En het is ook van een hoog standpunt uit gemaakt. Hij heeft het vanuit zijn raam gezien. Hij heeft deze oogster gezien. Hij heeft die man gezien met die sikkel. En hij is eigenlijk aan het herstellen van zijn demonen. Hij schildert ze weg. En dat is dit schilderij. En daarom is het zo'n ongelooflijk ontroerend en prachtig schilderij.